Ze zou dus al drachtig kunnen zijn. Ja. Dus bij wijze van spreken zouden we over een maandje of vier al een jong kunnen hebben. Ja, oh, leuk. Kleine aardvork. Hoi, Noelle hier, jullie videoranger en natuurlijk dierenzorger Christian. Heel goed. Heel, oh, je wilde dat ik het zei. Ja, tuurlijk. Ik ga mezelf niet te jou vloggen. Oké. En we staan hier in, zoals je al ziet, de bloedhete bush. Voor het verblijf van de aardvarkens. Ja. Er staat een hoop te gebeuren met de aardvarkens eigenlijk. En dat is sowieso dat er, geloof ik, in juli een hele leuke musical aankomt van Zoe Silos over de bush. Waarin het aardvark een grote rol heeft. Uiteraard. Heb je ook een rol in de musical, Christian? Niet dat ik weet. Maar je hebt auditie gedaan. Ja, maar ik ben niet zo goed, hè? Oh. Ik ben niet goed in acteren, ik ben altijd mezelf. Oh, je bent afgevallen. Daar komt natuurlijk niemand voor. Nee, oké. Ja, jammer. En ik kan niet zingen en niet dansen, dus dan houdt het daar gauw op. We hebben nu een nieuw echtpaar bij de aardvarkens. Gekregen vanuit Frankfurt? Nee, vanuit Berlijn. Ja. Vanuit Berlijn. Maar er zijn ook dieren weggegaan. Er zijn er drie weg. Ja. Er zijn er twee terug. Oké. En we hebben onze man is naar Frankfurt gegaan. Ja. En we hebben een moeder met dochter is naar Zwitserland gegaan. Naar het parkje in Papilorama heet dat daar. Papilorama. Kunnen we even bij ze gaan kijken? Tuurlijk. Ja. Ga het doen. Kom mee. Heb je het laddertje nodig? Nee. Ik klim wel. Net als jij. Wil je even mijn camera vasthouden, Christa? Spring ik ook. Heel even dan. Kijk hoe je op je plaat gaat. Zo. Dit is het binnenverblijf van de aardvarkens. Binnenverblijf, ja. We zijn wel buiten in de bush, maar we zitten eigenlijk binnen. Onder een dak. Onder het dak. Maar ik zie ze niet. Ze liggen hier. Of er één staat nog. Oh. Dat zijn ze. Twee nieuwe. Het leuke is dat hij een oude bekende is. Een oude bekende? Ja, want hij is namelijk hier geboren. Nee. Hij is hier geboren? Ja. Dus hij is een tijdje weg geweest? Ja. Naar Berlijn? Onder andere. Onder andere? Ja. Ja, hij is hier geboren in 2003. Dus hij is al... Toen was ik jong. Nog jong. Ja. En het vrouwtje is in Frankfurt geboren. Mm-hmm. In 2004. Ja. En ze hebben samen al wat jongen gehad. Oké. Maar dat was alleen niet heel succesvol. Oh. Dus vandaar dat we ze nu hier hebben. Ja. Om te proberen met onze ervaring of het wel gaat lukken. Maar het zou zelfs al kunnen zijn dat zij weer drachtig is van een jong. Ja. Want ze hebben al een tijd bij elkaar gezeten. En ze zien er ook wel verliefd uit. Hoe zie je dat? Nou, ze zitten gewoon heel lief bij elkaar. En hij komt even bij ons kijken en dan gaat hij meteen weer terug naar haar. Ik zou zeggen, ze zijn gewoon lekker lui. Oké, ze zijn lui. Maar het is wel even spannend, want ze hebben daar namelijk een ander dieet gehad. Daar krijgen ze in het voer onder andere klei en zand. Daar waar ze zaten? Ja. Daar kregen ze klei en zand? Ja, onder andere. Dat zat bij in het voedsel wat ze kregen. Oké. En dat is niet heel gek, want als ze in het wild een termietenheuvel openkrabben en hun kleverige tong gaat daar naar binnen, dan komt er ook zand en dan krijg je dat ook binnen. Ja. Maar met het dieet wat wij geven is het eigenlijk niet nodig. We hebben ze keurig gemest. Want wij hebben eigenlijk gewoon al een hele leuke video samen 2 jaar geleden opgenomen over wat de aardvarkens eten. Ja. Daarin moest ik raden in van die bakjes van wat ik dacht dat aardvarkens eten. Ja. Dus die moet je gewoon maar even kijken. En dan gaan we het nu hebben over of we kleine aardvarkens verwachten. Ik verwacht het wel. Ja. Maar omdat ze nu eigenlijk vrij nieuw zijn, het is eigenlijk nog wel een beetje schrikkerig. Ja. Normaal als ze mooi rustig ligt te slapen, dan kunnen ze gewoon op de rug draaien. En dan kunnen we na ongeveer 4-5 maanden dracht, kunnen we het jong zien bewegen. Oh. Dus we geven ze nog even rust, zodat ze meer gewend zijn en goed eten. En als ze dan lekker ligt te slapen, dan gaan we checken of ze inderdaad de dracht is. En of we wellicht dit jaar nog jong krijgen. Ja, maar ze zouden dus al drachtig kunnen zijn. Ja. Dus bij wijze van spreken zouden we over een maandje of vier al jong kunnen hebben. Ja, oh leuk. Kleine aardvormtjes. Wat je verwacht bij één worp, verwacht je een paar jongen? Nee, ik hoop meestal dat er maar één is.
Oh. Het kan wel dat ze er twee krijgen, dat is wel uitzonderlijk. Maar ze krijgen gemiddeld één jong. Ja. Oké, ja. Ja. Want er is geloof ik iets heel bijzonders aan het fokprogramma van Burger Show met de aardvarkens. Hoe zit dat ook weer? Maar wij doen het voor heel Europa, houden alles bij. Dat was het, ja. En dat is toch best wel bijzonder als dierentuin zijnde, dat je daar aan het hoofd staat van een fokprogramma met een dier. Ja, meestal is het zo dat de tuin die het fokprogramma doet van een soort, dat die daar heel veel ervaring en dus vaak ook succes mee hebben. Okay, en daarin, omdat je ook duidelijk een adviserende rol hebt naar de andere parken die aardvarkens hebben. Ja. Dus als die vragen hebben, dan kloppen ze bij ons aan van, ja, wat gaan we doen, we hebben een issue. Maar wij kijken dus ook naar verwantschap, welke dieren kunnen het beste bij elkaar. En, nou, vandaar dat wij een enorme ruil hebben opgezet. Maar we laten deze dus eerst even rustig wennen en aan het voer wennen. En als dat allemaal goed gaat, dan zetten ze allemaal weer bij elkaar. Oh, dat kan gewoon. Ja. Nou, Christian, heel erg bedankt voor al je aardvarken kennis. Ik denk ook dat we echt bij jou moeten zijn als we meer willen weten over het aardvarken, toch? Je bent altijd welkom. Ja, oké. Okay. Dus heb jij nou vragen over het aardvarken? Laat ze hier onder achter in de comments. Dan kan Christian ze misschien wel beantwoorden. Vast wel. Wij hopen dat je dit een leuke video vond. Doe een dikke duim omhoog. En tot volgende week. Doei! Doei!